Jikki van der Giessen treedt tijdelijk terug als voorzitter van Codarts Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam. Ze doet dit naar aanleiding van een negatief rapport van de medezeggenschapsraad over haar functioneren. Uit andere onderzoeken bleek dat het een administratieve chaos is bij Codarts. De onderwijsinspectie is al enige tijd bezig met een onderzoek naar de instelling. Minister Donner van Binnenlandse Zaken wil de deelgemeenten in Rotterdam en Amsterdam afschaffen. Hij heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. De deelraadsverkiezingen verdwijnen. Vanaf 2014 komen er bestuurscommissies onder verantwoordelijkheid van het stadsbestuur. De Tweede Kamer moet zich nog over de plannen van Donner uitspreken. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam staat niet meer onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Tijdens een aantal bezoeken heeft de inspectie geconstateerd dat het ziekenhuis genoeg heeft gedaan om verantwoorde en veilige zorg te leveren. Dat staat in een verklaring van de inspectie. Het verscherpte toezicht werd ingesteld toen het ziekenhuis niet genoeg deed tegen een hardnekkige besmetting van patiënten met de Klebsiella-bacterie. Vandaag hebben we mengelmoes van bewolking, af en toe zon. Er zou nog wel een bui voor kunnen komen. Temperaturen komen uit op zo'n 17 of 18 graden. En de wind die waait matig en komt uit het westen.